Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we potje Fortnite Battle Royale spelen. Zo. Sorry dat het verlang duurt, maar hij moet gewoon eventjes het opstarten. Zo, dan zijn we dan in Mobbyland. Ik kan er meteen nog even een potje mee doen. Ja. Op het moment ben ik 1046. Ik hoop. Ik denk dat ik nu deze heb. Even kijken. Oh. Hier heb ik net vraag gespeeld. Jongen. Ik kan even solo spelen. Eventjes een sappig potje solo. Zo. Ja. Zo. Duurt lang. De drift. Ik had mijn loading screen op random gezet. Dus ja, kan je eens krijgen. Ja, ik ga er gewoon eens even wolk in knallen. Ik ga ze gewoon even lekker naar plek. Ik kom bijna nooit in die drukke stadjes. Ik ga het gewoon eens proberen. Sterk. Ja, ik was de eerste die de busdriver tent. Zo, prestatie van mij als ik altijd de eerste ben die de buschauffeur dan. Ik vind dat gewoon leuk te doen. Weet je, ik ga toch naar Rito. Wat heb ik die Mark slecht neergezet? Wat heb ik die Mark nou slecht neergezet? Kijk hoor, ook een mooi huisje zal ik eens nemen. Ik denk dat ik dit volgens het huisje mag eens nemen. Dan landt er iemand. Ik ga naar mijn groot huis. Want ook wel iemand. Dan blijft dit huis over. Ik haat het huis persoonlijk. Echt waar, ik vind dit huis altijd zo irritant pleasant. Ja, je hebt een kaldertje, maar hoe bumpy.
olie, frietsauce. Sowieso ook als ik zo meteen doodga, ik ben niet echt heel goed in het spel. Maar ja, ik vind het leuk. Daar gaat het om, het gaat erom dat je de beste bent. Weet je, dan pak ik dit gewoon weg, jongen. Oh, hij zat boven me. Ja. Jammer. Jammer. Score. Ja, zie ik dit spelen. Wat heb je daar nou? Ik kon echt niks aan mijn huis boven. Maar ik zit echt te kloten met die trap. Ik zat wel echt te kloten met die trap hoor. Oh. Nou, weet je, een potje. Leuk. Ik wil ook even kijken of er staat nog een potje nu. Kijk even. Oh ja, dit is nog even. Zo, doet hij squat. Gewoon ijs dan, lekker. Als het nou niet goed gaat, ga ik gewoon wel wat staan. Dus. Oei. Ik heb trouwens de diefries bundel, dat zie je, want ik heb deze. Wauw. Precies dan. Precies dan. Gaat het weg. Oei. Die vliegtuigen persoonlijk haat ik ze, maar ze zijn leuk als je erin zit. Anders haat ik ze. Sappig. Mobiland. Ik weet echt niet waar ik heen ga. Daar. Ja. Ik ga even naar Tornado. Ik verwacht niet te veel, maar ik ben niet echt van die zo'n hele goede pro die op weet ik veel wat voor kanalen en zo ziet. Ja. Ik heb hier een kanaal met de Fortnite spelen, ik maak video's van. Komen er mensen, komen er meer naar mij toe hier? Blijkbaar. Eentje maar. Ja, die kan ik misschien wel aan. Als ik geloot heb, kan ik die misschien wel hebben. Maar er stond daar normaal toch altijd een kist. Ach nee. We gaan zo meteen toch weer terug naar de lobbyland. Dus lekker dit hakken. Shotgunnetje.
altijd resources hebben. Anders overleef je de wildernis niet. Nee, ik neem. Dat je zo aandringt. Toen neem ik wel weer een punt mee. Oh nee, die kutzombies, ik hoor ze al. Ik hoor ze al. Nee, daarom interesseert me niet. Sorry mensen, ik had even een woedeaanval. Wauw, ik had ook gewoon een wapen moeten gebruiken. Ik ben ook weer moe om te gaan hakken. Stijn, weet je, fuck jou Stijn, ik ga nu gewoon bij jou in de party zitten totdat je klaar bent. Je overleeft toch niet. Nou, dan wachten we weer op de Stijn. Het duurt te lang. Ja, gewoon een potje, gewoon proberen. We gaan het proberen. Dus ik ga gewoon naar een plekje niet heen. Ik leen of zo. Weet ik veel wat. Gewoon niet in het Engels. Probeer gewoon een kill te maken. Een beetje over het eindige. Of de steen. Weet je wat? Ik doe gewoon een lekker potje. De video is nog niet lang. Maar voor de video. Ongeveer 20 minuten video's. Oh, heb ik een ping van 1000 of zo? Ah, hij werkt dan. En mensen, als mijn Fortnite ineens niet meer werkt, dan ligt de verbinding uit. Dat gebeurt bij mij thuis heel vaak. En ja, dat gaat dus misschien gebeuren. Misschien niet. Misschien kunnen we gewoon lekker een video maken. Ja, dat kan dus gebeuren. Dat gebeurt redelijk vaak bij mij. Maar ja, dan kan ik geen Fortnite meer spelen, want daar heb ik internetverbinding voor nodig. Ik blijf van de hele tijd kijken of dat Stijn online. Zit ik nou een squad? Is het playground? Oh, dat is squad. Lieve. Ik haat squad. Ik wil geen squad doen. Waarom is Stijn eigenlijk squad? Er is toch eens eentje? Ach ja. Even kijken hoe ver dat die al is. Nee, niet hoor. Oh, ik wil graag even solo spelen, mensen. Nee. Altijd blijven proberen in het spel totdat je goed bent. Ik heb trouwens al een keer de victory gehaald. Nog verder naar beneden. Ja, laat maar. Jullie doen wel lekker nog een pontie. En dan gaan we daarna weer naar Lobbyland.
Zit het nou duo's? Ja, nou wat domme, hè? Ik word hier nou zo woest over, hè? Dat ik gewoon niet solo kan spelen. Serieus, waarom niet? Ik had hem op solo gezet. Nou. Bokken, dat is kort. Jeet. Die potionen. Maar broken. Nou, Stijn. Denk je dat je met iemand Fortnite kan spelen? Hey Johnny, en dan weer op die neer. Nou ja, en dan spelen we nog een Bounty solo. Niet dat ik ga winnen, dat ik ook gewoon. Niet dat ik goed ben in dit spel. Maar ik ben wel gemiddelde kwaliteit. Zijn betere. Veel betere. Pro's. Super Pro's Ninja. Doe geen naam Ninja TV. Anthony. Ook wel de Nederlandse Ninja. Oftewel Anthony Tai. Abonneer ik ook op zijn kanaal Youngboy078. Hoofdletter X I, hoofdletter B. Zit ik nou wel solo? Yes, 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 yes. Oeh, look, je let in deze mooi nu. Oké. Kijk hoe lelijk. Hoe kom ik eigenlijk aan stone? Oh, wat ben ik toch noep. Ik zie dat de video ook al heel veel opgenomen wordt. Oh nee, ik heb er lang voor. Je moet veel opnemen. Ik heb straks geen, maar ik hou me niet altijd aan. Vandaar dat ik het een week lang niet heb geüpload. Maar ja, je weet het wel. YouTube is niet makkelijk. Komt er wat achter me aan? Nee, niet dat ik kan door. Dan ga ik bij de dumplings landen. Ik krijg straks iets van 100 thuis voor deze dumpling. Ah, 1,87 ook goed. Ik dief weer altijd door het dak. Wat daarvoor mensen? Oh. Deze. Oh nee, nou is die kist weg. Fuck mij. Ik ben nog slecht in dit klootspel. Nee, het is geen klootspel. Ja, het is een klootspel. Sorry, ik zit even in de stemmingswisseling met mezelf. Die omdraaien. Het is wel leuk, als je er echt goed in bent, dan is het wel leuk. Team Rumble vind ik daarom wel leuk, want dan kan ik wel lekker mijn gang gaan. Ik kan het maken. Ik weet toch zeker dat ik mijn pickaxe had gepakt. Kut. Lekker hakken, 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 hakken. Je moet altijd met hebben. De
Anders overleef je het niet in dit spel. Leufje. Dus dan zou ik even iemand willen killen om het met te hebben en dingen. Ik haat zombies, dus kom vooral niet naar mij toe. Serieus, nu dat ze die zombies weer hebben, het is leuk. De challenges zijn leuk, de camo's op je wapens die je kreeg, waren leuk. Je kreeg een leuke glider, ik heb de glider. Als het goed is kan je dat nu al niet meer krijgen. Of nog een paar uurtjes ofzo. Maar ja, voor, als je dat allemaal hebt gehaald, dan haat je de zombies verder, hè. Ja, ik kan het niet op zeggen. Iedereen haat die dingen. Of kijk, zit hier nog wat nuttigs in? Nee. Het zou wel heerlijk zijn. Oh nee. Ja, ik zit redelijk goed qua cirkel. Ik kan er wel snel zien te komen. Even wat ammunitiepan. Ja. Ik zit altijd zo dat ik altijd nooit minimum ammo heb van mijn jaar. Daar heb ik wel redelijk wat. Dus het komt wel goed. Zo, ik ben goed met de pistols, jongen, aan het begin altijd. Aan het begin van een potje en ik vind een pistool, jongen, ik rek echt iedereen met dat ding. Ik schiet zo hard achter elkaar. Headshots, normale shots, maar niet uit. Het geeft allemaal damage. Lekker. Volgens mij hadden ze het laatste blauwe pistool eruit gehaald. Dat vond ik echt niet leuk, want ik vond hem best wel redelijk. Hij was wel redelijk, ja. Zit er letterlijk niks in het dak. Is het dak gewoon één rood? Oh nee. Nee, daar zit een kistje. Als ik dat even mag halen. Regie. Ja, ik kan hem gewoon beter niet zo wat kunnen weghalen. Voor die mensen. Weet je, ik probeer het gewoon eventjes opnieuw. Er zat hier een kistje en die wil ik graag even openen. Als het waard, nee. Het gaat bouken. Nou, dit dan voor de ammo. En voor de mats. Ja, ik heb een kleine redeploy itempje. Dat is altijd wel heel sterk hoor. Dit en de normale gamers. Want echt, bijna niemand kan er redeployen en jij kan er gewoon redeployen. Stel, je hebt een skybase. Ja, niemand haakt dat weg. Wat heeft dat voor nut als je kan redeployen? Dus ik kan gewoon lekker skybasen. Als je die dingen hebt. Dat is toch niemand die het weg kan hakken. Oei. Kom niet mee naar de lobby. Nou, ik wil gewoon even wat loot. Ja, ik heb een loot, maar fatsoenlijk, normale, goede loot. Dat wil ik. Dat is een betere AK graag. Ik haat die AK's van mij. Ik kan er echt niet mee over weggaan. Ah, een pisteltje. Nee, ik kan echt niet spelen met die AK. Ik kan normaal AR. Wauw, ik vraag erom en ik krijg het, hè. En ook gewoon op blauw. Blauw is echt super goed. Qua normale assault rifle is blauw het beste. Dan heb je ook nog de Scar, die is sowieso gewoon beter. Dat is ook gewoon een spraywapentje. Stel je vindt gewoon een SMG gebruikt, dan gewoon een Scar. Als je die dan wel hebt. Jongen, je kan daarmee sprayen hoor. Heerlijk dat ding. Hier nog even in kijken. De botkamer. Oké, ik ga er voor tussen. Ik heb wel goede loot. Eens kijken of dat er hier in het dak nog iets zit. Dit is wel een goed potje, want ik ben nog niet dood. Kut. Kut reclames. Zo, eventjes omhoog bouwen. Ik moet eventjes naar de cirkel zien te komen. En ik heb de glider van die plooi, dus waarom zou ik ze niet gebruiken? Ik zou in het begin dat ik redelijk goed voor de cirkel zat, maar dan had ik wel eerder weg moeten gaan. Dus ik kan en hier dan nog even wat loot pakken. Ik zei hier nog eventjes wat loot pakken.
Ook dat ik vergeet natuurlijk weer te springen. Oh mijn deus. Oh, die gaat niet goed. Ja, ik ga damage nemen om te doen. Ja, ik ga damage krijgen in de storm. Pijnlijk hoor. Misschien kan ik dit beter doen als ik uit de storm ben. Even een paaltje merken. Paaltjes heb ik toch gelegen. De bandages. Ja, daar ligt het ja. Oh no. Ik heb even vergeten om met de zombies te knallen. Ja, ze hebben me gezien. Kut. Bokken jullie op? Nee, ze bokken niet op. Ach nee, die schud ik nog wel af. Ik loop ze niet meer. Oh nee. Je bent allemaal een beetje zat, Jonathan. Nou, ik ben een video aan het maken. Waar we terecht. Hup. Zo even zien boven. Hier is voor het seizoen de Eemskin geland. Ik heb hem niet, want ik heb geen battle pass. Ik ga volgende battle pass halen, want daar heb ik V-Bucks voor. En nu heb ik geen V-Bucks. Ja, dit seizoen aan het begin, want dit seizoen heb ik geen V-Bucks. Nu heb ik wel V-Bucks. Of het zitje nemen ze. Maximum wat we kunnen krijgen op dit moment. Oh nee, waarom moet ik dat ding nou weer weghakken? Ah, ik ben nog zo moe. Snip op de wc. Oké. Lekker vlaar zeg. Vind je het ook lekker vlaar? Met die banderij. Ja, dat is goed. Gelukkig. Ik treed het kasteel in. Nee, ik ga er niet. Kun jij daar nou zo ook even een stoel van? Ja, mam, ik ben een video aan het opnemen. Dus ja, het zou mij zeer fijn zijn als je eventjes ook eventjes toekomt. Ik moet het zien. Nou, mag die alsjeblieft wat zachter, Jonathan? Ik wil gek ervan. Mam. Ja, nou, het is de hele dag dit. Wil je er nou even niet doorheen praten? Nou heb je hem weer verpest. Zit mam. Doe het nou altijd weer. Nou heb je het weer lopen verpest nou, voor mij. Doe toch ook niet expres? Jawel. Ik kan hem misschien mee ophouden. Nee, ik zag dat ik bezig was. Ja? Nou, dan was de video heel grappig, ja? Vergeet niet te liken en te abonneren.